Ik zit namens X-Men I, Solidariteitsfonds en Platform Aardeboer Consument. Daarin zit ook de Nederlandse Akkerbouwvakbond en de Nederlandse Melkveehoudersvakbond. En wij pleiten eigenlijk voor een drastisch ander landbouw- en handelsbeleid. Vooral de akkerbouwers die pleiten al heel lang om hier de eiwitten te mogen telen. En wij doen dat ook in solidariteit met de boeren en inheemse volkeren in de ontwikkelingslanden in Latijns-Amerika. En eigenlijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Op die liberaliserende wereldmarkt is het heel moeilijk om kostendekkende prijzen te halen voor de producten. Daar komt nog eens bij dat de boeren in ontwikkelingslanden niet alleen geen goede prijs krijgen, maar ook nog eens van hun land verjaagd worden. Omdat wij de koopkracht hebben in het Westen om luxe producten als veevoer, biobrandstoffen en zo te kopen. En het recht op voedsel wordt dus geschonden, zodat wij kunnen doorconsumeren. Wij pleiten voor een ander handelsbeleid. Ik zei het al, in de jaren 60 zijn de importheffingen op soja verdwenen. Vanaf die tijd kunnen Europese eiwitten gewoon niet meer concurreren met soja. Daar zit dus ook de oplossing. Wij willen importheffingen terug, zodat vervangers zoals lupine, erwten, bonen in Europa geteeld kunnen worden voor een kostendekkende prijs. Het levert heel veel voordelen op voor de boeren hier. We hebben weer een gewas erbij wat bijdraagt aan de vruchtwisseling. Dit is een vlinderbloemig gewas. Bonen, lupine, erwten die binden stikstof uit de lucht, dus je hebt veel minder kunstmest nodig. Het is, zoals Gorg al zei, veel beter voor het klimaat en je hebt veel minder energie nodig natuurlijk om het te transporteren over de hele wereld. En zo'n importheffer levert dus de boeren in ontwikkelingslanden die druk om van het land verjaagd te worden, die verdwijnt. Niet te vergeten is dat ook Nederland met Brazilië een contract heeft gesloten, de Memorandum of Understanding in 2008, om ook op grote schaal bio-ethanol te gaan importeren. En dat zal de druk naast die soja nog eens verhogen op dat land. De indirect land use changes die zijn niet meegenomen, dus wat al gezegd is, je kan wel zeggen dit stuk is min of meer verantwoord, maar dan wordt er een stuk verderop gekapt voor de minder duurzame soja. Dus het is, iedere kilo soja die wij importeren is gewoon niet duurzaam te noemen. Dan wil ik nog even ingaan op andere voordelen. Er wordt altijd gezegd dat de consument bewuster moet worden. Dat de oplossing zal zijn, maar we weten allemaal dat op dit moment zo'n 2,5% van de consument Max Havelaar producten koopt, misschien ook 2 tot 5 biologische producten. Dus je kunt bewust worden wat je wil, maar maximaal 10% zal gevoelig zijn voor die argumenten. Dus 90% van de consumenten zal blijven kiezen voor de goedkoopste producten. En wij willen gewoon dat dat drastisch verandert. Wij willen gewoon dat de overheid ervoor zorgt dat alle producten in de winkel duurzaam zijn. Ja, die importheffing is één middel om dat te bereiken. Je kan dan de eisen aan de Europese boeren drastisch verhogen, want de supermarkten kunnen toch niet de hele wereld afstropen voor goedkopere producten. En daarbij als derde kun je de Europese ecotaxen invoeren, zodat je ook binnen Europa niet in Roemenië het veevoer gaat telen, maar zo dicht mogelijk bij de West-Europese consument. Op die manier denk ik dat alle externe kosten in de prijs kunnen komen. Dat de consument gewoon een eerlijke prijs gaat betalen. Nou, ik ben blij dat ik hier ook namens de boeren, Nederlandse boeren, een woordje heb kunnen spreken. En bedankt.